ruik ook eens aan de grond. Het zonnetje schijnt lekker. We zijn weer bezig met opnames van een nieuwe Roeg aflevering. En we zijn vandaag in het Drents Friese Wold in de stille kern. Ja, en we mogen op pad met Kees. Yes. Ja, en jij wordt hier helemaal wild van, hè? Ik word hier echt heel erg enthousiast van, Loes. Echt, ik vind dit zo ontzettend mooi. Ik heb natuurlijk een hele traditionele bosbouwopleiding gehad. Maar ik zie hier, nou, ik geloof een stuk of 5, 6 naaldhoutsoorten. Die ik vroeger allemaal op school geleerd heb. Uit mijn kop heb geleerd hoe ze eruit zagen. Hoe ze voelden, hoe ze proefden, hoe ze smaakten. En nu zie je ze eindelijk in het echt. En nu zie je ze allemaal bij elkaar. En niet aangeplant, hè. Allemaal uit zichzelf spontaan hier ontstaan. Ik vind het heel erg leuk. Nou, dat is van je gezicht af te lezen. Goed zo. Fijn. Edwin, wat ben je aan het doen? Ik ben op dit moment het bekertjesmos aan het filmen, wat op deze stronk zo gedijt. Wat mooi. Ja, maar ik ruik ook iets. Nou, en wat ruik jij dan? Een van de boswachters heeft ons erop gewezen dat als je goed ruikt, dan kun je de vos, dat is nogal een vrij sterke geur, dat komt soms in je neus en dat ruik ik hier heel sterk. En kun je dat omschrijven? Jij bent ook goed in het omschrijven van smaken van wijn en zo. Ja, het is misschien wel net zo penetrant als kattenpis, alleen wat minder bijtend, zuurig. En ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik er zelfs lichte tonen van vanille in weet te ontwaren. Maar pas op, hè, je kunt er wel ziek van worden. Ik ga er ook niet aan likken. Nee, zeker precies. Niet. Maar ik heb dus ook eigenlijk geen cameratip of zo, maar gewoon meer een algemene tip. Kijk niet alleen met je ogen, maar gebruik al je zintuigen als je hier in de natuur zit. Dus ruik ook eens aan de grond. Mooi. Ja, Jan, we horen hem al, hè? Achter het geluid me, van de ja, week. Absoluut, ja. Hij heeft nou even zijn mond, maar het is de tjiftjaf hier. Hoi. Tjit. Is helemaal uit Afrika teruggekomen om hier tjit te gaan zeggen. Is het dan de eerste die je nu weer hoort? Nou, ik had hem eind februari al. Oh, maar dat vond ik wel heel raar, hoor. Dat was echt extreem vroeg. Ja, maar het is nu lekker weer. Het is nu lekker weer en ze komen nu massaal. Over een week zitten ze overal. Ja, we zijn aangekomen bij de quiz alweer, Kees. Oh ja, dat moet ook nog doen, hè? Ja, het vliegt om. Maar we gaan eerst nog even naar het antwoord van vorige week. Tineke, jouw vraag ging over de kraanvogel. Wat was ook alweer de vraag? Klopt. De vraag was, wat brengt de kraanvogel? En dat is? Geluk. En voel je dat ook zo? Ik moet wel zeggen dat ik altijd erg blij van word als ik het zo hoor of zie. Dus ja, dan voel ik me dan gelukkig. Wist je dat, Kees? Nee. Nee? Nee. Nee, je wist niet dat de kraanvogel geluk brengt? Nee, wist ik echt niet, nee. Nou, dat is nieuw voor mij. Nou, dat is toch leuk. Je bent nooit te oud om te leren, hè? Nee, zo is dat. Precies. Maar jij hebt nu weer een nieuwe leuke vraag. Ja. Want we staan hier op een plek, nou, heel gevarieerd in ieder geval. Ja, dit is een heel gevarieerd stukje bos. Tussen allerlei sparren en dennen en berken ook. Mm-hmm. Maar de vraag gaat hierover. Ja, precies. Wat is dit voor naaldboomsoort? Is dit een blauwspar? Is dit een grovenden of is dit een sitkaspar? Nou, weet jij het antwoord? Laat dat dan hieronder achter in de reacties. En volgende week vertelt Kees wat het goede antwoord is. Tot dan! Precies. Doei! Doeg!